Goedemiddag. Oké. Alles goed in beeld, denk ik. Oké. Beetje plek. Zijn er al twee zo te zien die meekijken. Nou, zoals je ziet. Hi Anneke. Ja, doe ik wel eens vaker. Alleen dit was een enthousiaste nu. Een enthousiaste lijf. Waar ik het over wil hebben, junk journals. Er was een vraag of we die misschien niet konden gaan maken. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Leuk om zelf te maken en leuk om te bewaren, weet ik niet. Dit was een van mijn allereerste die ik gemaakt had op een cursus. En ik moet voorzichtig zijn, want het ding valt van ellende uit elkaar, bijna. Zoals je kunt zien, laat alles los. En toentertijd vond ik die prachtig. Nu dat ik erin terugkijk, want ik was hem aan het zoeken, kijk, alles laat gewoon los. Hier ook. En, nou ja, gewoon zonde. Dus ik moet opnieuw vast gaan maken en alles. Materialen die toen gebruikt zijn. Oh, oeps. Dat zie ik toch van ellende. De materialen, het plakmiddel wat toen gebruikt is, eigenlijk flut. Maar ja, dit is meer als 10 jaar geleden, denk ik. Kijk, ik kan het zo lostrekken. Zonde, maar goed. Geeft me weer iets om te doen. Nou, dingetjes vallen eraf. Dat is één manier. Nou, deze elastiek doet het niet meer. Maar die is van een folder gemaakt eigenlijk. En die is wel goed in elkaar blijven zitten. Omdat ik daar andere spullen voor heb gebruikt. Om iets in te steken. Ja, foto's, kliederen. Dit is met servet gedaan. Nou, die flap om daarbij te houden. Dan kon je hier dan achter vastmaken. Zijn allemaal vormen van junk journal. Dus ja. Zit die aan elkaar vast of wat? Moet het open? Moet het niet open? Ik weet er niks meer van. Oh, dit is om iets tussen te steken. Pocket. Halve pocket. Nou, hier is om iets achter te steken. Ik denk dat ik destijds het papier te mooi vond om erop te kliederen. Maar ik moet zeggen, dit is ook al meer dan 10 jaar geleden. Eigenlijk in de periode dat ik pas begon. Hi, Boukje. Nou, hier zit de pocket. Nou, deze valt eraf. Ook met dit is het kaartje.
erg allemaal, hè? Dit is het kaartje wat er zo in hoort te steken. En dit zat er ook zo in. Nou ja, toen gebruikten we veel van dat op zo'n rolletje. Alleen dat is leuk voor tijdelijk, maar voor een paar jaar niet zoals je ziet. Nou, dit is ook een andere vorm. Dan heb je nog, ik denk deze, nee, deze drie zijn allemaal dezelfde. Dit is de laatste, heb ik niet veel in gedaan. Of niet de laatste, maar wel van deze reeks. Even kijken, Anneke. Leuk, ik maak wel album met binding, maar junk journal nog nooit gemaakt. Iets met naald en draad, wat me tegenhoudt. Ja, kan ik begrijpen, maar de manier waarop ik het doe, niet moeilijk. Nou, deze is helemaal niet af, alleen eigenlijk de achtergrondjes nog gedaan. En dat is niet heel erg veel, maar ja, met het papier, ik heb hem zelfs nog op zijn kop zo te zien. Ze staan nu eigenlijk allemaal op de kast voor de sier. Deze eigenlijk precies hetzelfde. In elkaar gezet. Niks mee gedaan. Ook nog niet af. Behalve geplakt. Wat ik dacht, weet ik niet. Maar goed. Misschien ooit nog eens een keer verbeteren. Weet ik niet of ik er zin in heb. Zien we vanzelf. En anders is het zo uit elkaar. Nou, en dan is dit ook dezelfde vorm in principe. Alleen deze gebruikte ik als ik ergens naartoe ging. En iets moest opschrijven. Deze is wel helemaal klaar. Behalve dat ik er foto's op heb geplakt. Dit kan zo nog open. Maar ik heb met dit soort dingen altijd van, nou, leuk om te zien. Je kijkt er een keer door, je zet het in de kast en wat moet je ermee? Dus daarom ben ik eigenlijk deze gaan gebruiken als schrift, zeg maar, voor notities. Als ik ergens naartoe ging. Deze staat als sier, ook een junk journal, maar anders. Zo'n frame en een vlinder en wat bloemetjes. En dan op ja, van dat hele dikke karton zoals je kunt zien. En deze zijn maar twee bladen door grote ringen. Je kunt er nog meer bij. Maar was ook een cursus. Hier passen de foto's op. Want ik heb hem op zijn kop. Hier passen de foto's op. En hier nog wat erachter. En dan heb je het eigenlijk in principe gehad. Een envelopje om iets in te bewaren. Ja, ik vind dit wel mooi. Dus ik zet hem meestal in mijn kast hier. Staat hij voor de sier. En nou, toen bedacht ik. Och, ik kan er eentje met kerst maken. En oh, kijk, je ziet dat ik hem bijna nooit niet gebruik. Maar met ringband. Aardig gelukt, moet ik zeggen. Maar ook niet helemaal zoals ik het zelf wil. Maar was ook een cursus. Zoals ik hem in elkaar heb gezet. En eigenlijk alleen maar nog het papier gebruikt erin. Verder is niks. En deze tabblaadjes zaten er volgens mij bij. Nee, die zaten er niet bij. Die zat in een kerstpakket. Dus hier komen ooit nog een keer foto's in. Voorkant vind ik heel ontzettend mooi. Ik zal hem daar nog een keer laten zien. Maar dit staat dus allemaal op de kast. Dan ga ik dit even allemaal op een ander bureau. Of bureau, ik zit in mijn huiskamer. Dus gewoon even op mijn tafel pleuren.
Zo. Hoi Rini, leuk dat je er ook bent. Dan heb ik nog deze. Deze staat op de kast als sier. Spike, nee. Ga weg daar. Hop. Maar pas op, hè. Nee. Spike, ga weg. Sorry. Ben ik weer. Nou, deze is ook gemaakt. Eigenlijk hetzelfde als die andere. Alleen ik heb het kleiner gedaan. Eigen ontwerp. Wel van dat hele mooie papier allemaal. Maar deze staat er eigenlijk als sier. Hier kan eigenlijk nog een tap bij. Het zijn allemaal pockets. Dus je kunt er eigenlijk dingen in steken. Eigenlijk is dit gewoon allemaal bedoeld voor foto's, mooiigheid. En ja, is dit je ding? Lekker doen. Ik heb het een tijdje geprobeerd en ik heb zoiets van, ja, heel mooi. Maar ik vind dat er dan heel veel geld in gaat zitten. Want je wil toch iets moois, dus je wil al dat mooie papier gaan halen. En voor de rest, voor mij, ik doe er niks mee. Toen ben ik dus deze gaan maken. Ik zet deze ook even op tafel. En hier doe ik dus wel wat mee. Hi Ingrid, leuk dat je kijkt. Dit is stof. Nou ja, lint wijst vanzelf. En zoals je hier ziet, met segmenten ingebonden. Nou heb ik eigenlijk aan de binnenkant nog niet heel veel gedaan. Behalve dat ik het stof heb gedaan en ja, dat ik gewoon nog iets eroverheen moet doen natuurlijk, om het netjes en mooi te maken. Wat heb je eigenlijk nodig? Nou, ik gebruik karton. Dat kan, dit is wel wat dun, maar dat kan dit zijn van, je hebt van die, hoe zeg je dat? Van de achterkanten van die blokken en zo allemaal. Zelfs dit is nog dikker als dit. Ah, je moet een beetje kijken, is het een beetje stevig? Dit is gewoon van dat aquarelpapier, zo'n blok. Nou, wat je ook kunt gebruiken van de dozen. In ieder geval, je hebt dik karton nodig voor de kaft. Wat je ook kunt doen, een oud boek. En daar haal je dan alles uit. En dan kun je de kaft gebruiken. Dat kan ook. En dan heb je eigenlijk gewoon een hele hoop papier. En draad en naald nodig. Wat van dat steviger draad. Ja, een beetje van dat touw. Je kunt boekbinderstouw kopen, maar dat gebruik ik niet. Ik heb van het scrappen heb ik hier nog van dat touw liggen. Probeer even het midden te zoeken hier zo. Kijk, van dit, van die twine noem je dat. En dat gebruik ik. Dat is deze. Dat zijn deze rolletjes. En die, ja, bij het scrappen worden die heel veel gebruikt. Ik heb nog een hele rol over, dus ik gebruik eigenlijk dit. Dus niet te dik en niet te dun. En dan heb je gewoon een hele hoop papier nodig. Mooi papier, lelijk papier. Eigenlijk junk. Ik heb hier heel veel verschillend papier in zitten. Hoi Ingrid! Ik heb zelfs nog een zo'n mapje. Is ook bedoeld voor in een junk journal. Maar ik heb het hier gebruikt dat ik erop kan kliederen. Want wat ik eigenlijk fijn vind aan een junk journal. Is je oud papier. Kun je erin doen en ik kan er dan lekker op klodderen. En dat is eigenlijk mijn idee van een junk journal. Wat ik heerlijk vind. Een andere vindt hem leuk zoals ik het net liet zien. Allemaal mooi maken, foto's erin. Nou, hier passen ook foto's als ik dat wil. Maar ik heb hier gewoon heel veel uitdagingen.
Dit is een zakje van de winkel. Kantoorartikelen, die heb ik er ook in gedaan. En dit is eigenlijk het idee wat ik met jullie wil gaan maken. Verder de inhoud kun je dan gewoon zelf verzinnen hoe je dat wil gebruiken. Maar dit is wat ik eigenlijk met jullie wil gaan maken. Je kunt er pockets in doen, dus dan kun je hier kliederen, daar kliederen en hier nog iets zetten waar je ook op geklodderd hebt. Maar dit is eigenlijk een beetje het idee. Ik heb hier 4 segmenten in zitten. Dus eigenlijk wat jullie moeten verzamelen is of karton, dik karton. Of een oud boek. Dan verder een hele hoop papier. En dat mag papier wat in de thee heeft gelegen en in de koffie heeft gelegen. Eigenlijk allerlei soorten papier. Aquarelpapier kun je er ook voor gebruiken. Alle soorten papier. Zakjes van de winkel die ik je net liet zien. Ik heb zelfs een glimmend ding. En die kan ik meteen ook als pocket gaan gebruiken. Nou ja, ik denk nu niet meer. Oh, het kan er nog af. Maar op een gegeven moment, kijk, zie je. Houdt dat ook op natuurlijk. Maar goed, een hele uitdaging. Ik heb een keer al iets gemaakt en dat is deze pagina. En ik weet niet of ik hem gefilmd heb. Zou best kunnen. Maar ik weet het niet meer. Nou, ik heb mooi papier. En ik heb lelijk papier erin zitten. Ik heb embosspapier erin zitten. Dus waarschijnlijk zal ik hier nooit niet overheen kladderen, omdat ik de tekst en de vogeltjes heel mooi vind. Maar de achterkant kan ik wel. Het is heel dun papier, het is nog niet eens karton. Nou, boekpapier, scrappapier. Je ziet ik heb hier inkt gebruikt. Dat is doorgedrenkt en dat zit hier weer, dus dat kan leuk gebruikt worden. Nou, hier kan ik of op kladderen of op... Oh, kijk, hier ook. Of op kladderen of inkleuren. Uitflap. Dus je kunt er eigenlijk nog, als het in elkaar zit, van alles mee doen. Ik zit te kijken. Kijk, want ik heb ook van dat hele dunne. Ze hebben ze ooit heel lang geleden bij de Action van die pakjes gehad. Deze. Op A4 formaat. En daar zat allemaal dit soort vloeipapier, rijspapier. Weet ik veel allemaal. Zat erin. Nou, daar is dit een velletje van. En het enigste wat je moet bepalen is welk formaat je wil gaan maken. Dus eigenlijk het enigste wat je echt, echt nodig hebt voor de basis is touw. Allerlei soorten papier om segmenten van te maken. En dan maakt dan niet uit wat voor papier. Nou, een beetje een scherpe naald. Je hoeft nog niet eens een priem te hebben om door te steken, want dat kan met verschillende dingen. Ik heb van dit soort dingen. En ja, een priem die gaat door alles heen, maar je hebt ook deze, weet je wel, die dunne, om te prikken. En ik heb... bij sommige blaadjes één voor één gaatjes zitten maken. En bij alle andere misschien tegelijk. Nou, dat ligt eraan. Dan heb je een goede naald nodig. Waar dit draad natuurlijk door het oogje past. En dan de karton. Nou, deze is eruit. Maar dat vond ik ook leuk. Dus misschien dat ik hem wel ga plakken met tape of zo. Kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar je ziet eigenlijk, ik heb van allerlei soorten papier wat ik mooi vind, niet mooi vind. Net zoals dit vind ik een hele mooie achtergrond. Dus waarschijnlijk ga ik hier alleen maar of een gezichtje optekenen. Of weet ik veel van die Diane Rivoli. Van die plaatjes erop doen. Die ik inkleur en dan doe. Dus ja... Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus mijn voorstel was eigenlijk volgende week ergens te beginnen.
En dan iedere week met een korte live kunnen we samen bezig zijn met dingen te doen. Dus eigenlijk nu, zodat jullie tijd hebben om papier te verzamelen wat je mooi vindt, alles wat je erin wil om te verzamelen. Even kijken, zijn de kleine gaatjes van de crop Adil te groot? Nee. Want je kunt het zo groot maken als dat je wil, die gaatjes. En ik heb ook een crop Adil, maar heb jij zo'n lange die je dichtklapt, dat dit ertussen past? Of heb jij een tang? Want ik heb een tang. En met die tang krijg ik die gaatjes er niet in, omdat dat te kort is. Die mond is te kort. Dus ik steek ze er gewoon in. Waar was ik mee bezig? Oh ja, dus dat ik jullie tijd geef, zeg maar, tot volgende week, maandag of dinsdag of zoiets. En ja, je hebt die big. Ja, dan kun je dat doen, maar dan moet je wel het kleinste soort. Alleen het gaatje ga je wel altijd zien. En je moet er rekening mee houden, je papier kan gaan schuiven. Want natuurlijk is het gaatje groter dan het touw. Dan zou je dikker touw kunnen pakken. Kan natuurlijk ook, hè. Alleen dan heb je meer werk met binden. En dat is eigenlijk alles. Meer weet ik eigenlijk niet te vertellen. Hey Rini, leuk dat je er ook bent. Dus dat is eigenlijk alles. Dus ik wil jullie eigenlijk gewoon een week de tijd geven, zodat jullie de spulletjes bij elkaar kunnen zoeken. En dan zal ik nog een lijstje schrijven. En dan, ja, wat je nodig hebt. Maar dan kun je de dingen bij elkaar zoeken. Je ziet, je kunt stof gebruiken als bekleding. Als je geen stof wil gebruiken, moet je wat dikker papier gaan gebruiken voor de kraft. Omdat, voor de kraft bedoel ik, sorry. Omdat anders je, ja, dan valt die zo uit elkaar. En dan geeft het wat meer stevigheid. En een andere tip. Want je hebt natuurlijk of lijm of iets nodig. Wat ik heel fijn vind. Ik ga kijken of... Ja, ik heb hem hier liggen. Dit is een rol om tapijt aan de grond vast te plakken. Die kun je bij de Action kopen. Heel goedkoop. En die gebruik ik voor de kaft. Om vast te plakken. Die is ook wat dikker. Nou, kom. Dan zul je zien, dat is altijd. Oh ja, hier. Kijk, die is ook wat dikker. En die plakt aan twee kanten. En omdat het voor tapijt is, is het natuurlijk allemaal wat steviger. En ik weet niet meer hoe die rol heet. Maar hij ligt gewoon zo bij de Action. Ik geloof iets van 2 euro een rol, 3 euro moet ik hem liggen. En dan is het echt zo dik. Maar dan kun je hem wel gebruiken om vast te plakken. En dan ben je er in ieder geval zeker van dat het niet loslaat. Net zoals wat ik je in het begin liet zien. En ik gebruik er altijd zelf, maar dan moet je maar eens even kijken, tacky glue nog bij. Maar die tacky glue van de Action is net zo goed. Ik heb alleen hier het andere merk nog van Arlene's. Arlene's. En is all purpose. En all purpose wil gewoon zeggen voor alles. Scrappers gebruiken die. Ik heb die meegenomen naar mijn Mixmedia. Omdat die werkelijk gewoon alles plakt. En de tacky glue van de Action heb ik ook gebruikt. Die is iets dunner als deze.
Maar wel heel goed. Maar dan moet je wel even goed kijken dat je gewoon de tacky glue hebt en niet die voor mozaïek en ik weet allemaal niet. Dan moet je wel de gewone tacky glue pakken. Dat is eigenlijk de enige twee tips die ik je op nu kan geven. En verzamel gewoon wat zooi. Je kunt bijvoorbeeld van die houten ornamentjes. Je kunt knijpertjes, stof, gaas, weet ik veel wat. Kun je allemaal bij elkaar zoeken. Je hebt zelfs, ik weet niet of ik ze hier nog tussen heb liggen. Ik heb van die paperclips heb ik lopen versieren. En ik moet even anders onderin, anders past het niet. Met van die strikjes eraan en zo. Ik zie ze alleen hier even niet zo vlug liggen. Hoeveel zooi kun je hebben? Nou, die zooi kun je dus mooi kwijt. Ook knoopjes zie ik hier nog. En braads. Dus je kunt er van alles in gooien. Ik vind het alleen jammer dat ik nu eventjes niet kan laten zien voor die paperclips. Want dat is dan wel handig waar je bent gebleven. Of weet ik veel wat je ermee doet. Het is voor decoratie. En meer eigenlijk niet. Nou ja, ik zie ze zo vlug hier niet. Misschien dat zal nog kunnen. Ik heb hier een hele hoop vingercondooms en alles. Nou, ik zie ze zo vlug hier niet tussen. Als ik ze tegenkom, zal ik ze laten zien. Maar het zijn gewoon gewone paperclips en die ga je dan opleuken. Nou, dit soort komt ook allemaal van Action Af, hè? Kun je allemaal gebruiken. Knijpertjes. Alleen het soort junk journal die wij gaan maken is wel om in te klodderen. En niet voor de mooie, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is het nu echt zo'n beetje. En dan geef ik een seintje voor volgende week. Dat we volgende week in ieder geval kunnen beginnen met de kaft. Of het papier binden. Ik zie wel welke vorm. Want ik bedoel, ja, de kaft is leuk. Maar daar heb je nog niks aan als je je segmenten nog niet hebt. Dus ik denk dat we gaan beginnen met de segmenten. Ik heb hem op zijn kop. Komt omdat ik nog geen voor en geen achter heb, hè? we gaan volgende week eerst beginnen met de segmenten. Dus zorg dat je een hoop papier bij elkaar hebt. Maakt niet uit hoeveel. En de kaft wel. Want je moet natuurlijk weten hoe groot dat die is. Dus zorg dat je wat dikker papier hebt, hè, kartonpapier of van een boek. Boek nog niet uit elkaar halen, want dan kan ik je laten zien hoe we de binnenkant eruit gaan halen. Want de binnenkant die gaat eruit dan. Touw, naald. En dan doen we iedere week gewoon iets. En dan bijvoorbeeld op maandag de video. En de week daarop weer een andere. En dan heb je eigenlijk een hele week om erin te werken. En heb je daar tijd voor? Heb je geen tijd, kun je altijd terugkijken of later maken. Dan maak ik onder de aankondigingen wel even de linkjes.
Dat kan ik de linkjes bij elkaar zetten. En ik zal ook even dan een album aanmaken. Dat de foto's erin kunnen. Als ze klaar zijn. Dus ja, dat is het van mijn kant. Hebben jullie van jullie kant nog vragen? Even kijken, Anneke. Leuk. Ik ga in ieder geval proberen mee te doen. Nou, hartstikke leuk. Handige tip. Ja, graag gedaan. Rabana, dit geeft inspiratie. Nou, heel leuk. Het is om bezig te houden. En ik weet, we hebben wel een andere ABC lopen. Maar ja, die 26 weken is ook maar één keer in de week. En misschien vind je dit leuker als het andere, of doe je alle twee. Maar dan heb je in ieder geval iets te doen. En je hoeft natuurlijk niet bij te benen, want je kan altijd terugkijken. Verder heb ik niks. Ik zie geen vragen. Dus dan ga ik afsluiten. En dan wens ik jullie een fijne dag. Veel plezier met alles bij elkaar te zoeken. Zorg dat je bijvoorbeeld een schoenendoos of zoiets hebt. Waar je alles in kan doen. Dat je bij elkaar kan houden. Maar ook weer weg kan zetten als het nodig is. En, oh ja, misschien wel handig een papiersnijder. Zo'n snijmachine, weet je wel. Zodat je je papiertjes op maat kan knippen. Even kijken. Rini. Heb alles wel in huis? Ga proberen mee te doen. Ja, gewoon proberen. En lukt het niet, kun je me altijd een pb sturen of over de groep vragen. Er zijn er meerdere hier in de groep. En die ook van alles en nog wat weten. En anders gewoon een pb en vragen. Nou, wens ik jullie een fijne dag. Ga ik afsluiten. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!